Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je broodkruim maakt. Wat hebben we nodig? Brood, shallot en witte wijn. We beginnen met het brood. Dus eigenlijk, ik heb hier een wit brood genomen. Klassiek wit brood van bij de bakker. Maar het brood is 4 dagen oud. Waarom? Doe je dat met vers brood, dan gaat alles beginnen kleven, omdat dat te vers is. En dat is ja, oud brood, dat is ietsje beter van textuur. Straks gaan we dat mixen in de robot en dan gaat dat niet zo kleven. Dus we beginnen met de korsten eraf te snijden. Dit doe je best met een broodmes, een zaagmes. Je doet dat eigenlijk best met een zaagbeweging. Dat gaat het makkelijkst van al. We gaan eigenlijk alles gaan verwijderen. Nu gaan we ons brood in mooie gelijkaardige stukjes snijden. Nu gaan we ons brood in de cutter gaan doen. Dan gaan we alles mooi kort gaan opmixen. Dat doen we nu in een mooie bol. Je ziet, ons broodkruim die is mooi gekutterd. En die heeft nog wel een heel mooie textuur en die kleeft niet aan elkaar. Nu nemen we de shallot. Snijden hem mooi midden door en we gaan hem gaan pellen. We nemen een fijn mesje die goed snijdt. We gaan eigenlijk mooie inkepingen gaan maken. En het is heel belangrijk dat je mes goed snijdt. Want als je mes niet goed snijdt, ga je de shallot eigenlijk gaan kwetsen. En gaat dat beginnen ruiken en stinken. Nu gaan we de shallot heel fijn snijden. We nemen een kookpot. Doen wat olijfolie in onze pot. De olijfolie die is warm. Dan gaan we de shallotjes aan toevoegen. Afkruiden met peper, zout. Maar ze mooi laten zweten. Dus we gaan ze niet laten aankleuren. Ik wil de shallotjes die moeten mooi wit blijven. Dus die mogen niet gekleurd zijn. Nu gaan we dat bevochtigen met witte wijn. En nu gaan we dat zachtjes laten inkoken. Totdat alle witte wijn verdampt is en alle smaak van de wijn in de shallot zit. Voilà, alle witte wijn is verdampt. En nu gaan we onze shallotjes mooi mengen met ons broodkruim. Gaan we nog een klein beetje afwerken met verse olijfolie. Verse chapelure is een basis wat ik heel veel gebruik in mijn keuken. Zowel met vis of met vlees. Wat we ermee zullen doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Zeker lekker!